De G7-leiders houden vandaag een spoedvergadering over de situatie in het Midden-Oosten. De Italiaanse premier Giorgia Meloni zit de vergadering voor. En uh, nou, daarom is onze Europa-verslaggever Michal von Bator natuurlijk aangeschoven. Goedemiddag, Michal. Goedemiddag. Ja, zij is voorzitter. Is het ook uh, het Italiaans initiatief? Ja, volgens Meloni. Uh, Meloni laat in ieder geval aan haar kabinet uh, weten dat het op uh, uh, haar uh, initiatief is. Uh, vorige week krijgen ze bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties tenminste in de zijlijnen daarvan nog een prijs voor uh, het voorzitten van. Uh, oh. Van G7 onder andere. Het was een prijs van de Atlantic Council. Van Elon Musk trouwens, maar dat allemaal even terzijde. Ja. Uh, Italië die uh, levert ook een belangrijke bijdrage aan de VN-vredesmacht uh, in Libanon. Uh, de uh, Unifil, zoals dat heet, die is in 1978 opgericht ja. uh, door de uh, Veiligheidsraad. Om toen ervoor te zorgen dat uh, de Israëlische troepen zich daadwerkelijk terugtrokken uit het zuiden van Libanon. Na de oorlog tussen Israël en uh, Libanon in 2006 werd die vredesmacht ook nog verder versterkt. Toen mochten ze ook burgers uh, helpen en ook zorgen dat, uh, nou ja, dat de vrede gewoon werd bewaard daar in het zuiden van uh, Libanon. Italiaanse media die melden uh, vandaag ook dat, haar, uh, nou ja, dat de Italiaanse regering overweegt misschien de troepen daar terug te trekken uit het gebied. Uh, ja, gezien het uh, recente geweld natuurlijk op de, op de grond. Dat ontkent um, uh, Meloni, maar ze zegt wel er zijn hele grote zorgen in de regio mm. en roept dus vandaag de G7 telefonisch uh, bijeen. Ah, het is een telefonische vergadering. Ja. Oké. Okay. Nou, de Verenigde Staten zeggen ja, wij staan achter Israël. Ze moeten zich kunnen verdedigen, de Israëli's. Um, wat zijn de Europese reacties? Ja, het is misschien wel goed om die een klein beetje op een rijtje te zetten. Uh, de EU-buitenlandchef uh, Borrell die liet eerder vandaag weten... dat uh, de Europese Unie de aanval van Iran in de sterkste bewoordingen veroordeelt. Hij zegt het is een gevaarlijke cyclus van aanvallen... en we moeten een onmiddellijke staakt het vuren in de hele regio. Uh, Frans president Macron zegt uh, in een verklaring dat Frankrijk toegewijd is aan de veiligheid van Israël. Een beetje dezelfde lijn eigenlijk als, mm. uh, als Amerika. Uh, en Olaf Scholz, uh, bondskanselier van Duitsland, die riep ook op uh, Ira aan Iran en Hezbollah om uh, de, hun aanvallen te staken. Um, en waarschuwde ook dat Iran de hele regio in vuur en vlam uh, dreigt ja. te zetten. Scholz en Macron die zouden vandaag sowieso al bij elkaar komen uh, om allerhande. Bilaterale zaken te be, bespreken in Berlijn. Dat is ook gebeurd. Uh, maar nu stond natuurlijk sowieso de uh, situatie in het Midden-Oosten ja. ook zeker op die agenda. Ze zijn niet altijd over alles met elkaar eens. Sot en Macron mogen nee, elkaar ook niet heel erg. Perso persoonlijk, persoonlijk vlak. Ze persoonlijk nee. ligt elkaar gewoon niet zo heel goed. Um, ze kijken ook naar, anders naar haar economie, naar steun aan Oekraïne. Uh, maar over het Midden-Oosten lijken ze het tot nu toe wel eens te zijn. En dat horen we eigenlijk vanuit heel Europa. Geen verdere escalatie. En andere Europese landen, zijn die actief? Ja, op dit moment zijn de meeste landen eigenlijk bezig... om hun burgers uit uh, vooral Libanon te evacueren. Of werken in ieder geval aan plannen daarvoor. Uh, Nederland die, um, is, heeft natuurlijk gezegd dat ze Nederlandse ja. burgers uit... Vrijdag de eerste vlucht. Libanon hè? inderdaad ja. gaan evacueren. België raadt aan om burgers, te, aan burgers om te vertrekken. Duitsland heeft alle uh, niet-essentiële staf al uh, geëvacueerd. Frankrijk heeft nog niet een officieel evacuatiegebod uh, uh, uitgevaardigd. Maar ze, zeggen wel, ze hebben wel, wel heel lang een noodplan daarvoor ja. liggen. En dan via Cyprus, Turkije. En gewoon via de luchthaven van Beirut. Uh, ja. En verder. Ja, dus weer die, uh, die roepen eigenlijk alle landen. Binnen Europa, maar ook buiten Europa. Nou oké, okay, dat op. zijn dus de, de, de praktische uitwerkingen. Ja. Uh, uh, iedereen repatrieert uh, de landgenoten. Um, en ze keuren het af in de zin van uh, roepen op tot een uh, de-escalatie. Maar kan Europa wat betekenen in die hele oorlog? Ja, politiek, inderdaad, is dat natuurlijk altijd de vraag. Uh, ja, landen moeten natuurlijk roepen: pas op, geen escalatie. Uh, ja. Dat willen we allemaal niet, dat is logisch. Dat, dat, dat ik, kan ja. je bijna niet niet zeggen, natuurlijk. Maar sinds 7 oktober dit jaar of vorig jaar, maar ook in alle. Andere, eerdere oorlogen in de regio wordt er voor bemiddeling in ieder geval gekeken naar Amerika, uh, Egypte, Qatar um, en Frankrijk. Een klein beetje vanwege hun koloni koloniale geschiedenis uh, in de regio. Ja. VN-veiligheidsraad uh, is ook uh, bijeen. En uh, de, uh, de, de chef van de VN-veiligheidsraad, Kuteras, die zegt ook nu uh, onder andere tegen Reuters dat... Uh, hij bang is dat de alle brandhaarden in het Midden-Oosten nu echt een inferno aan het uh, worden zijn en uh, verder nog dat, natuurlijk dat nou, hij keurt ook alles uh, publiekelijk af maar de VN-veiligheidsraad is wel een uh, wat grotere speler dan echt Europa we moeten een beetje kijken naar de grootmachten Amerika uh, ja wat zij gaan doen uh, die staan op de, tot nu toe in ieder geval nog uh, achter Israël, maar China en Rusland hebben ook gereageerd om het rondje maar helemaal compleet te maken. Het Kremlin uh, dringt aan ook op terughoudendheid. Um, en volgens uh, een woordverder van het Kremlin is de Russische regering ook in contact met, uh, met alle partijen uh, in het conflict. En ook China, de Chinese regering, die ja. zegt ook. Ik moet er altijd een klein beetje lachen als het Kremlin uh, ja. oproept tot uh, het staakt te vuren. Tot, nou goed. Ja, dan, ja, goed. Ze, in ieder geval is het duidelijk dat eigenlijk niemand echt gebaat is bij uh, verdere nee. escalatie. Maar of dat uh, iets uit gaat halen, of die dat woorden. Precies. Dat, uh, achter de schermen zijn ze druk bezig. Dankjewel, Michal van der Toorn.